Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 23 mei van Weerplaza. Het was vandaag nogal wisselend. En de komende twee dagen verandert daar weinig in het weerbeeld. Vanavond is het in het noorden en midden van het land droog en klaart het op. In het zuiden valt nog een enkele bui. Vannacht is het in het hele land droog. De temperatuur daalt naar 12 tot 14 graden en lokaal klaart het op. De wind is zwak tot matig rond Kracht 3 boven land. Morgen begint de dag met veel zonneschijn. In de loop van de dag ontstaan meer wolken. En vooral in het midden en zuiden van het land kan er een stevige regen- en onweersbui vallen. Wel is het zomers warm, met op veel plaatsen 25 graden. Ook op vrijdag is het nogal wisselend, met een mix van zon, wolken en een paar buien. En een hoge temperatuur voor de tijd van het jaar, 24 tot 26 graden. In het weekend blijft het droog en wordt het nog warmer, op veel plaatsen 28 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.